Leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video van de serie Interessante Aandelen, ditmaal november 2019. Een maandelijks terugkerende serie waarin we telkens drie aandelen gaan bekijken die interessant zijn, die me zijn opgevallen in het nieuws, vanwege kwartaalcijfers of vanwege tips van jullie bijvoorbeeld. En dan op basis daarvan gaan we kijken of het interessant is, de eerste indruk in ieder geval. Dit zijn aandelen die ik dan interessant vind. Het is nog wel nodig om extra onderzoek te gaan doen, dus ga nog een keer de kwartaalcijfers kijken, wat meer informatie lezen over het bedrijf. Het is zeker geen aankoopadvies, maar het zijn wel interessante aandelen die mogelijk iets wel leuk zijn voor jouw portefeuille. Voor deze maand heb ik dus ook weer drie aandelen uitgekozen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en je bent nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Zoals gezegd, dit is een maandelijks terugkerende serie interessante aandelen. En voordat we gaan beginnen met de drie aandelen van deze maand, gaan we eerst altijd even kijken naar wat zijn de aandelen. Wat waren ze zeg maar vorige video, vorige maand, en hoe hebben ze gepresteerd in de laatste maand? En natuurlijk pak ik dan ook altijd even twee andere beurzen erbij, zoals de Dow Jones of de Nasdaq of de S&P 500, om een vergelijking te maken tussen de aandelen of de markt in zijn geheel, of in ieder geval een bredere markt. Dus kijken bijvoorbeeld naar de S&P 500, daar is de afgelopen maand is die met 6,2% gestegen. En dan hadden we vorige maand eigenlijk maar twee aandelen in plaats van drie. De eerste daarvan was Think Global Real Estate. Inmiddels veranderd van naam naar Van Eck. Dat is een vastgoed, een REIT dus, met tickersymbool TRED. En die is er 0,5% op achteruit gegaan in de laatste maand. Ik heb wel van dit aandeel uiteindelijk 12 aandelen gekocht ergens in deze maand. Ik sta nog net iets in de plus op deze aandelen, dus dat is wel positief. In ieder geval iets wat ik, nadat ik deze video of de vorige video had gemaakt, interessante aandelen wat verder ben gaan onderzoeken. Het is een interessante REIT, dus een vastgoed ETF, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, die nog wat extra spreiding binnen mijn portefeuille toevoegt. En het andere aandeel wat ik vorige maand besprak was The Walt Disney Company, tickersymbool DIS. En die is er de laatste maand 2,8% op vooruit gegaan. En ik ben benieuwd hoe het aandeel over een week of twee zal presteren, of misschien wel de komende maand, aangezien over twee weken hun Disney Plus natuurlijk online komt, een Netflix concurrent. Ik heb het inmiddels zelf ook al gebruikt, al ben ik vooral nog bezig geweest met National Geographic, de documentaires daar te kijken in plaats van de series of films die erop staan. Maar de eerste indruk is best goed. Maar in plaats van dat we ons gaan richten op de aandelen van vorige maand, gaan we juist kijken naar aandelen die we deze maand hebben gevonden, die ik heb gevonden, die ik interessant vind en misschien wel iets voor jou zijn. En het eerste aandeel daarvan is PostNL. Dit is een aandeel dat in onze Discord-chat best wel veel besproken is de laatste weken. Heeft er onder andere mee te maken dat het een paar maanden geleden nog op 1,50 euro stond en inmiddels alweer de 2 euro is doorgebroken. Rond dit moment zelfs 2,10 euro. Dus er is al een best wel procentueel gezien in ieder geval een goede koersstijging geweest. En er zijn ook wel ontwikkelingen de laatste tijd met de kwartaalcijfers en de vooruitblik die het misschien wel interessant maken op de lange termijn en misschien voor dividendinvesteerders in ieder geval op de korte termijn iets minder interessant maken. Want gaan we nou kijken naar PostNL en pakken we hun laatste kwartaalcijfers en zo erbij, of halfjaarcijfers waren het geloof ik, dan zul je zien dat nog steeds de postmarkt, de brieven en zo, een mail zoals hun het noemen, afneemt met 8-10% per jaar. Maar gelukkig staat er natuurlijk ook een groei tegenover. En dat zijn natuurlijk de pakketten die tussen de 10-15% per jaar groeien. Inmiddels is het ook zo dat PostNL iets meer dan de helft van zijn omzet uit e-commerce haalt. Dus pakketten bezorgen van webshops, noem het maar op. Alles wat daarmee te maken heeft, is dus iets meer dan de helft van de omzet geworden. En zoals we deze trend nou al zien, dat mail, brieven en zo dus afnemen met 10% per jaar. En de rest pakketten groeit met 10% per jaar. Dat is ook wel de komende jaren eigenlijk wel te verwachten. Want steeds meer zal online gaan. En ook zelf is PostNL hier veel mee bezig. Door met startups samen te werken. Dat startups eigenlijk al meteen gebruik kunnen maken van PostNL. Om het te distribueren bijvoorbeeld hun producten. En natuurlijk heeft PostNL alweer een aandeel in die bedrijven waarschijnlijk. Dus een goede samenwerking die er ook voor zorgt dat ze in de toekomst nog veel pakketten hebben te bezorgen. En er vallen ook twee belangrijke dingen op als we naar de cijfers kijken. En dat is ten eerste dat de omzet toeneemt. Al is het maar een klein beetje. Het is in ieder geval weer een omzetstijging. En daar tegenover staat ook direct weer dat de kosten juist afnemen. Dus dat is altijd positief natuurlijk.
Je wilt altijd zorgen dat de omzet toeneemt. En het mooiste ervan als het in dezelfde lijn ligt met de kosten. Maar als de kosten ook nog eens afneemt, dat betekent eigenlijk alleen maar dat je betere marges gaat maken. En dat is altijd beter. Maar PostNL is zich ook in het focussen op de toekomst. Ze hebben dan ook Sant overgenomen, de andere grote postbezorger in Nederland. En Sant is natuurlijk een perfect bedrijf wat aansluit bij de activiteiten van PostNL. En ze hopen hier dan ook in de toekomst de synergiewerking van te hebben. Ze denken zelf in ieder geval dat ze over 2 jaar op deze manier, door die samenwerking van de beide bedrijven, waarbij ze elkaar kunnen versterken of misschien wel de kosten omlaag kunnen brengen door het te combineren, 60 miljoen euro per jaar mee besparen. Maar voordat het zover is, willen ze het geld investeren in deze ontwikkeling en alle dingen die erbij komen kijken en zullen ze de komende tijd in ieder geval geen dividend uitkeren. Dus ben je een dividendinvesteerder, dan is de komende tijd in ieder geval PostNL niet zo interessant. Maar als tegelijkertijd de koers wel toeneemt, omdat waarschijnlijk dus de omzet een stuk omhoog gaat en tegelijkertijd flink bespaard wordt op de kosten, zal het een interessant aandeel zijn, zeg maar, voor over 1 jaar of over 2 jaar. Wil je nou de berekening voor jezelf maken? Ik zal in ieder geval links naar alle PostNL stukken die ik eigenlijk een beetje heb besproken in deze video hieronder plaatsen, zodat je zelf kunt kijken. Kijk ook vooral naar de koers. De laatste tijd, zoals gezegd, heeft hij op 1,50 euro gestaan. Nu rond de 2 euro. Maar heeft de lange tijd ook veel hoger gestaan. Dus maak een inschatting wat jij verwacht van wanneer deze werking, deze synergie gaat werken over 2 jaar. En die besparingen er komen. Wat verwacht jij dan dat de koers gaat doen? En kijk eens hoeveel je rendementen worden. Het tweede aandeel van deze maand is Alfen. Een Nederlands bedrijf. En ook dit bedrijf is veel besproken op onze Discord chat. In de vorige video, of eigenlijk wel vaker als ik het over Tesla heb, zeg ik ook dat Tesla niet alleen een automaker is, maar vooral ook met de energiemarkt bezig is. Een bedrijf dat ook veel met de energiemarkt bezig is, of eigenlijk zich volledig daarop focust, is dus Alfen, een Nederlands bedrijf. En als we dan de website van Alfen gaan bekijken, zien we ook welke producten of diensten ze eigenlijk aanbieden. Zo zien we meteen al op de beginpagina energieopslag, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, smart grids, dus de elektriciteitsnetwerken die slimmer gaan worden in de toekomst, grid-automatisering, transformatorstations, die zul je vaak wel gezien hebben in je buurt. Maar ook het beheer en onderhoud van al deze producten is natuurlijk bij hun van toepassing als een dienst eigenlijk. Ook daar halen ze natuurlijk een groot gedeelte van de omzet uit. En als je deze diensten zo ziet, transformatorhuisjes, die zijn er altijd al geweest, maar er zal de komende tijd veel aan veranderen. Zeker wanneer wijken slimmer worden, wanneer het elektriciteitsnetwerk slimmer gaat worden en meer met elkaar gaat samenwerken, ook met de auto's, elektrische auto's die daarop zullen aan worden gesloten, zul je zien dat veel van hun producten de komende jaren enorm in trek zullen zijn. Misschien niet per se hun producten, maar de markt waarin ze zitten, zeg maar, die zal de komende jaren echt wel flink groeien. Want ze hebben eigenlijk van begin tot eindpunt producten die netbeheerders kunnen gebruiken. Stel, we leggen ergens in een weiland enorm veel panelen neer, zonnepanelen neer. Dan is daar weer een transformator benodigd om de energie op het netwerk te krijgen. Vervolgens gaat die via het smart grid misschien wel richting de stad. En daar staat dan weer een laadpaal van hun die vervolgens de stroom in een auto voert. Dus dan zul je zien dat je van begin tot eindpunt allemaal producten van hun tegenkomt. De koers van Alfen is ook positief beïnvloed dit jaar eigenlijk. En zeker sinds de laatste kwartaalcijfers zien we weer een flinke sprong van, ik geloof, rond de 12 euro naar inmiddels 15 euro. En dit heeft dus alles te maken met die kwartaalcijfers. En als we daarna gaan kijken, vallen ook weer een paar dingen op. Ze laten het al meteen heel erg groot zien. En het is ook een belangrijk onderwerp natuurlijk. De omzet stijgt met 50% in het eerste halfjaar van 2019 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Van 41 naar 62 miljoen. Nou is dit natuurlijk wel een enorme stijging, een omzetgroei van 50%, maar houd er wel rekening mee dat de omzet op zich relatief laag is. Zoals gezegd, op dit moment 62 miljoen in een half jaar. Dus het zijn geen bedragen van honderden miljoenen of miljarden zoals je misschien bij Amerikaanse bedrijven gewend bent. Wat we verder vinden is dat juist de marges ook worden verbeterd. De bruto marges of de netto marges worden uiteindelijk een stuk beter en dat zien we ook terug in de EBITDA. Deze is gestegen van 4,2 naar 7,9% in het eerste half jaar. En zeker ook belangrijk is het aantal opdrachten. Hun backlog is zeg maar toegenomen met bijna 60%. En dat wil dus zeggen dat er steeds meer orders zijn die op de lijst staan om verwerkt te worden. En die zullen ze dus de komende tijd proberen af te werken op deze manier. En ook steeds meer klanten komen buiten Nederland. Inmiddels is 1/3 van de omzet van afnemers van buiten Nederland. Het is een Nederlands bedrijf, maar het wordt dus steeds internationaler. En denk ook bijvoorbeeld aan een Duitse markt die heel erg groot is. Maar eigenlijk heel Europa zal natuurlijk deze transitie doorgaan maken. En in principe zouden we in Europa dus overal hun producten kunnen tegenkomen.
De cijfers worden ook weer afgesloten met een vooruitblik voor de rest van het jaar. En dat is qua omzet in ieder geval richting de 140 miljoen dat ze verwachten. Als we dan gaan kijken naar de cijfers uit het verleden, dan zagen we bijvoorbeeld in 2016 dat ze 61 miljoen euro omzet hadden. Dat groeide met 20% in 2017 naar 74 miljoen. Dat groeide weer met 35% naar 100 miljoen in 2018. En inmiddels zien we dus ongeveer 40% groei naar 140 miljoen dit jaar verwacht. Dus zien we telkens dat ze best wel mooie groeicijfers hebben, maar dat het telkens toeneemt. Vanuit één jaar 20%, daarna nog 30 of 35% en nu dus 40% dit jaar. Dus wie weet wat volgend jaar brengt. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat de koers laatst zo flink gestegen is. Omdat de toekomst van Alfa er gewoon heel erg positief uitziet. De markt zal de komende jaren flink groeien. En zoals het er nou uitziet, weet Alfa daar zeker goed van te profiteren. En daarmee komen we bij het laatste aandeel van deze maand en dat is Shopify. En Shopify is een platform waar je eigenlijk online je webshop kunt maken. Inmiddels maken 1 miljoen gebruikers hier gebruik van elke maand. Dus elke maand betaal je een bepaald bedrag afhankelijk van welk pakket je kiest. En daar zijn nog transactiekosten bij gemoeid wanneer je een product verkoopt. Maar in principe nemen zij alles uit handen. Jij zet je producten erin en zij zorgen ervoor dat de betaling goed werkt, dat de shop goed werkt en noem het maar op. Zodat jij je op je producten en de verzending kunt focussen. Je ziet dat veel grote webshops hier gebruik van maken omdat het makkelijk werkt. Maar ook veel YouTubers maken er gebruik van. Aan de ene kant om hun eigen merchandise, zoals ik in de vorige video heb besproken, dat veel YouTubers merchandise hebben, zoals patches, t-shirts, op die manier proberen te verkopen. Of wanneer je met dropshipping bezig bent, dan is Shopify een vaak gekozen webshop waar ze gebruik van maken. En bij dropshipping zie je dan vaak dat ze producten kopen bij Alibaba of AliExpress en dat direct overzetten in een webshop bij Shopify. En wat Shopify zo interessant maakt is dat het een echt groeiaandeel is. Zeker als we naar dit jaar gaan kijken, naar wat de koers heeft gedaan. Want kijken we naar het begin van het jaar, dan zagen we zeg maar rond de $137 in begin januari. Met een piek van dit jaar op 27 augustus, toen het op $407 stond. Oftewel bijna 300% in de plus. Inmiddels is het dus weer iets gedaald, maar nog altijd een zeer grote plus ten opzichte van het begin van het jaar. Nou, waar komt deze stijging nou van? Dat heeft een paar oorzaken. Aan de ene kant groeit het bedrijf gewoon sneller dan de sector waar het in bezig is. In de IT-wereld of de webshops, e-commerce. Daar is het gewoon een van de snelste groeiers. En wat is dan die snelle groei? Nou, de verwachting is dat het komende jaar met ongeveer 50% groeien ten opzichte van vorig jaar. Dus ja, dit is wel echt een groeiaandeel. En zeker bij dit soort bedrijven is het heel erg interessant om naar de lange termijn te kijken. Natuurlijk lenen ze veel geld en gebruiken ze dat geld om hun platform te ontwikkelen. Maar als ze dan eenmaal aan het groeien zijn, dan zorgt het ervoor het verdienmodel dat er niet veel geld meer nodig is om extra omzet te genereren. En op dat moment kun je dus in één keer heel veel geld gaan verdienen. Zeker wanneer het dus met meer dan 50% per jaar groeit. En de verwachting qua omzet is dat het dit jaar 1,5 miljard omzet zal draaien. Zeker als we hier ook weer gaan kijken naar de afgelopen jaren, zien we telkens best wel grote groeipercentages. Want kijken we naar 2015, toen hadden ze nog een omzet van 205 miljoen. Maar dat steeg in het jaar daarop met 90% naar 390 miljoen in 2016. Het jaar daarop steeg het naar 673 miljoen in 2017, oftewel 72% erbij. Het jaar daarop 60% erbij naar iets meer dan 1 miljard. En dit jaar dus 40% erbij naar 1,5 miljard. Nou zijn dat natuurlijk best wel grote groeipercentages. Maar in tegenstelling tot bij Alfa, waar we het groeipercentage zagen toenemen, zien we hier een beetje afnemen. Alleen de bedragen daartussen zijn natuurlijk wel heel erg verschillend. Want waar Alfa groeit naar 150 miljoen, groeien zij naar 1500 miljoen. Of 1,5 miljard in dat geval. Dus het percentage neemt wel iets af. Maar het bedrag op zich, de groei is natuurlijk wel goed. Want dat is iets meer dan 400 miljoen dus dit jaar. Maar hou er wel rekening mee dus dat het... Ja, de groei neemt iets af, maar nog altijd best wel indrukwekkende cijfers. En dat zorgt er ook voor dat veel analisten zeggen van koop dit aandeel, het is gewoon heel erg interessant, Shopify. Dan moet je niet altijd zomaar analisten gaan geloven, zeker wanneer het op Tesla aankomt, maar dat heb ik al vaker uitgelegd. Maar gaan we wel kijken wat zij waarderen, hoe zij het waarderen. Nou, zij waarderen Shopify gemiddeld gezien op $361 en dat betekent dat we zeg maar bijna 20% groei verwachten in het komende jaar. Nou, dat is een gemiddelde, er zijn ook mensen... Analisten die meer dan $400 inschatten. Er zijn ook mensen die zeggen, we hebben dit jaar al zo'n groei gehad. Het zou zomaar eens weer kunnen afnemen. Nou, dat is dus ook weer wederom iets wat je voor jezelf moet beslissen. Ga hun jaarcijfers bekijken. Kijk hun groei. Maak een inschatting van wat ze gaan doen in de komende jaren. En op basis daarvan is het een interessant aandeel.
voor jou of ja of nee, zeg maar. Op het eerste ogenblik lijkt het best wel interessant, zeker met deze groeicijfers. Maar ja, dat is dus de vraag, weten ze dit door te zetten? En is het dus een aandeel wat bij jou past, bij de manier van beleggen die je hebt? Mocht je nou ook voor dit bedrijf nog alles willen teruglezen, ik zal zoals gezegd links onder deze video plaatsen naar alle kwartaalcijfers of analyses of noem het allemaal maar op wat ik ben tegengekomen. En ik zal daar trouwens ook links plaatsen naar verschillende brokers zoals de Giro, FlatEx. Dus ben je van plan aandelen te kopen, maak dan bijvoorbeeld gebruik van FlatEx waar je gratis aandelen kunt kopen. Ook links daarvan zal ik onder deze video plaatsen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar als je dat doet, laat even weten waarom je het dan minder vond, zodat ik weer iets heb om te verbeteren van mijn volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je natuurlijk onder deze video terecht in de reacties of naar onze Discord chat. Een link daarvan vind je ook weer onder deze video. En als je nog steeds aan het kijken bent, is het waarschijnlijk een interessante video voor jou geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over dit soort onderwerpen. Dus investeren en beleggen, passief inkomen, persoonlijke financiën. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje. Dan krijg je altijd weer een melding als ik weer een nieuwe video online zet, zodat je niks meer mist. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.